Goedemiddag, het is vandaag dinsdag. Ik heb inmiddels een paar dagen niet meer gevlogd. Ik heb even een pauze genomen. Oeh, het is een beetje overbelicht. Ik heb een beetje pauze genomen na Dubai. Vind ik achteraf heel erg jammer, want ik heb echt heel veel leuke dingen gedaan naar Dubai. Ik had 2 verjaardagen. Ik had eigenlijk ook een verjaardag voor Dubai, daar ben ik uiteindelijk niet heen gegaan door omstandigheden. Even kijken, ik ben met Nesim naar België geweest. Ik heb een nieuwe auto gekocht. Daar zit ik nu in, daar ben ik echt super blij mee. Ja, ik heb gewoon heel veel leuke dingen gedaan in de tussentijd. En ik ben vandaag weer gestart met vloggen. Ik heb Nesim afgezet in de studio. En ik ben nu inmiddels bij Fabulousjes. Ik ben natuurlijk op vakantie geweest. En ik heb heel veel gezwommen. Waardoor mijn wimpers niet heel erg mooi zijn gebleven. Er is bijna ook niks van overgebleven. Echt jammer. Maar het komt dus door al die chloor. Want ik heb echt heel veel gezwommen. En dat ga ik vandaag laten bijvullen bij Fabulousjes. Ik vond de vorige keer mijn wimpers echt zo mooi. In het begin dacht ik, oh wauw, het is best wel heftig. Maar na een paar dagen vallen er een beetje haartjes uit. Dan worden ze gewoon echt perfect. Ik was er echt oprecht blij mee. De mensen die nieuwsgierig zijn wat voor auto ik heb gekocht. Ik kan het een beetje zo zien. Ik heb een BMW gekocht. In een serie. Gewoon een heel leuk autootje voor mij. En ik ben daar gewoon super blij mee. Eindelijk een nieuwe auto. Ik ben er echt blij mee. Ik heb net gewoon even een rondje lopen rijden. Ik heb even mijn haar vastgedaan. Dus we gaan zo beginnen met mijn wimpers. Wat ik nog wil zeggen is dat er nog een giveaway op mijn Instagram staat. En die is nog een week geldig. Nee, die loopt nog een week als ik deze vlog online zet. Dus nog een week voor de giveaway. Doe snel mee. En dan kan je een setje winnen samen met je vriendin. Goedemorgen. Het is inmiddels een paar dagen later. Zo, het is erg overbelicht hier. Het is inmiddels een paar dagen later. Ik heb echt weer heel slecht gevlogd. Het is zaterdag. Ik heb vandaag afgesproken met Honey en Marinka om te gaan lunchen bij Amara Coffee. Want ik heb daar wel eens eerder geluncht met Nesim. Toen waren we daar zelf uitgenodigd. En ik vond het zo lekker daar, dat ik daar gewoon weer ga lunchen. Want Marinka vroeg mij om een paar leuke lunchplekjes. En zij wou eigenlijk eerst een pokeball eten. Maar ik had daar toch niet echt veel zin in. Ik had wel zin om iets warms te eten. Dus ik zei van, nou, dan kunnen we beter naar Amara Coffee. Want die hebben ook echt heel lekker cappuccino. En je kunt daar ook een selfiecino maken. Ook heel lekkere broodjes met ei. Vorige keer had ik daar een broodje met avocado en ei. Die vond ik echt super lekker. Dus dat. Genoeg over eten nu. Het is vandaag dus zaterdag. En ik heb gewoon dezelfde outfit aan als in de vorige vlog, merk ik. Deze outfit van de Mango. Het is een setje van een trui en een lange rok. En die is echt zo chill. Vooral nu het iets kouder is. Is het echt een heel chill setje. Ik denk ook dat ik het in andere kleuren ga halen. Je hebt volgens mij zwart nog. En een beetje beige had je ook. Dus die ga ik gewoon allemaal halen voor dit weer. Want ik weet echt niet wat ik aan moet doen. En nog iets. Ik heb dus een nieuwe auto. En ik ging net file parkeren voor Amara Coffee. En ik werd helemaal ziek van die sensoren. Echt allemaal leuk en aardig hoor, die sensoren. Maar ze piepen gewoon veel te snel. Want in mijn vorige auto kon ik echt heel dichtbij komen, weet je wel. Zonder dat er iets ging piepen. Maar ik werd zo gek door die sensoren. En ik deed het elke keer uit. En dan probeerde ik weer te file parkeren. En dan ging die weer heel hard aan. Dus ik schrok er elke keer van. Dus dan dacht ik, weet je, laat maar. Ik rij even door. En ik ga gewoon ergens parkeren waar je niet hoeft te file parkeren. Dus daar moet ik wel echt even aan wennen. Nou, genoeg geluld. Ik ga nu lopen en dan ga ik lekker lunchen. Het is echt super lekker weer, joh. Had ik niet verwacht. Ik had het wat koud verwacht, maar het is echt lekker weer. Nu bij Amara Coffee en zij willen selfiecino's. Dus we zijn hier selfies aan het maken voor Honey en Rosina. Ga jij selfie maken, Hon? Kunnen we wat eten bestellen? Dit is zo leuk. Best friends forever. Best friends forever. Ik heb een broodje ei met avocado, olijven, geitenkaas en walnoten. En Marinka heeft een broodje met ei. Lekker. Zo, ik ben net geparkeerd. En ik heb echt heerlijk geluncht met de meiden. Dat was gezellig. We hebben lekker gekletst. Dat was echt leuk. We hebben daar ongeveer 2 uurtjes gezeten. En toen ben ik naar huis gereden. Nesim is vandaag gewoon de hele dag thuis. Dus wij gaan gewoon even samen chillen vandaag. Mijn haar zit echt gemeten, dus ik heb het mooi vastgedaan. Wij liepen dus weg bij die Amara Coffee. En daar om de hoek had je dus gewoon een kattencafé. Nou jongens, ik heb het nog nooit in real life gezien. Een kattencafé, maar ik vond het zo tof. En ik hoorde dus dat je je eigen kat mag meenemen. Ik weet alleen niet of het een heel goed idee is om een van mijn katten mee te nemen. Want ten eerste, Lira is heel erg mensenschuw. En Dina is echt gewoon een terrorkat. Maar ik wil echt heel erg graag heen. Dus ik heb toen een foto gestuurd aan Nesim van, wij moeten hier echt heen. En het leek hem ook echt heel erg leuk. Dus daar gaan we dus binnenkort heen. En voor nu ga ik lekker naar Nesim. En gaan we even een chill dagje houden. Dat is eigenlijk een beetje de planning. We hebben niks staan vandaag. Kijk, zo ziet het setje eruit. Echt super cute. En deze hebben dus allemaal verschillende kleuren. Het zit zo fucking fijn. Wij hebben net boodschap gedaan. En ze heeft allemaal snacks gehaald. Want dit is vandaag fight night of zo. Wat ga je nou kijken? Wat voor, wie gaat vechten vandaag? Zei je? Oké, zal wel. In ieder geval, wij hebben boodschappen gedaan. En ik ga aardappeltjes maken. Met vlees en groenten erbij. Daar hebben we echt heel veel zin in. En wij kopen tegenwoordig deze pizza's. Even kijken. Het zijn van die groentepizza's. Tenminste met een groentebodem. En dit is met bietjes. Deze is met spinazie. En die vindt Nesim echt super lekker. En je hebt ook eentje met bloemkool. En die hebben we nog niet geproefd. Dus die ga ik ook uitproberen. Maar ik ga nu even koken. En de katjes zijn heel nieuwsgierig. Als ze denken dat er eten in zit voor hun. Nesim is aardappel aanschillen voor mij. Laat maar zien dat ik aan het helpen ben. Goed hoor, schat. Ik ben niet zo'n man die niks doet en van alleen FIFA speelt. FIFA staat wel aan, ik zeg je eerlijk, maar... Ik moet binnen een uur koken, want hij moet zo vertrekken. Ja. Dus hij is mij nu aan het helpen. Goed zo hoor, schat. Dankjewel. Wat zei jij? Wat zei? Dat wil ik op camera. Wat zei jij? Wat zei jij? Ik doe mijn best voor jou. Goedemorgen. Ik heb weer een paar dagen niet gevlogd. Het gaat niet helemaal hoe ik het wil, maar maakt niet uit. Ik ga het gewoon weer lekker oppakken. En jullie hebben nou nog de Dubai vlogs. Ik heb net gedoucht. En ik ga nu snel even mijn haren doen en mijn make-up. En dan ga ik Nesim richting België toe. Wij gaan namelijk naar mijn schoonouders. En daarna heeft Nesim een verjaardag en ga ik naar mijn vrienden in Zeeland. Dat is eigenlijk een beetje de planning nu. Ik ga dit even snel fixen. Ik heb net dit in mijn haar gedaan. Want iedereen vraagt er nu naar. Het gebruik ik momenteel van mijn haar. Ik heb net een ring gedaan. En ik laat het zo eigenlijk een beetje droog worden. En daarna ga ik het een beetje vullen. En dan moet het eigenlijk wel mooi worden. Zo, ik zie er bleek uit in dit gezicht. En dit licht in dit gezicht. Echt, sinds ik terug ben van Dubai heb ik echt extreem droge lippen. Mijn huid is trouwens wel echt verbeterd. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Kijk mijn huid nu. Ik heb nog geen make-up op, hè. Mijn huid is echt verbeterd. Want ik ben weer bezig met mijn huid. Ik heb weer een behandelplan samen met dermakliniek gemaakt voor mijn huid. Ik heb weer nieuwe producten. En daar zijn we nu mee gestart. En ik zie gelijk verbetering. Ik heb gewoon niet zoveel gedaan aan mijn huid de laatste tijd. En dat zag je ook gewoon echt aan mijn huid. En nu wordt het wel iets beter. Ik heb hier alleen nog een puistje. Maar beetje bij beetje wordt het beter. Want ik had opeens te veel talg. Het probleem dat ik had is dat ik op een gegeven moment... te veel talgproductie had. Dus daarvoor heb ik een peeling gedaan. En dan volgen nu dermapen behandeling. En dan moet mijn huid erna een, denk ik, ongeveer 2 maanden echt gewoon perfect eruit zien. Dus daar ben ik echt benieuwd naar. Ik heb nieuwe gezichtsproducten ook erbij. Dus ik hoop dat het allemaal gaat werken. Maar ik hou jullie een beetje op de hoogte van wat er gaat gebeuren met mijn huid. Altijd als ik me klaarmaak is deze in bad. Wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Mijn haar in mijn bad door jou. Nesim is inmiddels thuis. Wat ben je aan het maken? Amor. Wat ben je aan het maken? Ik ben verbrande falafel aan het maken. Lekker hè? Ik heb trouwens net in de supermarkt pepersaus gehaald. Die gaat eigenlijk uit het assortiment. Maar het leek me wel lekker. Dus die gaan we uitproberen. Ik heb allemaal cadeautjes gekocht. Ja? Voor wat? Voor het verjaardag van... Wat heb je gekocht? De homie. Wat heb je gekocht dan? Ik heb polo van Kenzo gekocht. Ja? Stone Island t-shirt. Oha! Zo! En 2 Ralph Lauren shirts. Woe! Zo! Maar is die allemaal mij? Ik moest vervatten, moest ik ook wel aan. Oh, zo. Dat is Nesim dus thuis. Ik heb snel mijn make-up gedaan. Mijn haar is eigenlijk nog niet klaar. Dat ga ik nu even doen. Maar ik heb dus tegenwoordig 2 witte haartjes. Ik weet niet. Oh, even kijken. Ik doe zo en dan kijk ik naar beneden. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar die ga ik nu even eraf knippen. Even kijken, waar zit die ene? Dat is deze. Dat is zo moeilijk. Vooral met krullen, dat je niet een andere haartje pakt. Oh ja, ja. Ik ben dus net klaar. Mijn haar gedaan, make-up. En ik heb een outfit aan van Make-Over on Wheels. En deze is echt heel erg chill. Ik twijfel alleen of ik de bovenste knopje, tenminste deze, dicht moet en open moet laten. Ik heb dus laatst het armbandje gehad van Louis. Ik wil het nog even laten zien aan jullie. Ik heb deze gehaald. Het is eigenlijk best wel een standaard die heel veel hebben. Maar ik vond hem gewoon leuk. En ze hadden eindelijk mijn maat. Want de vorige keer was ik heen gegaan en hadden ze alleen maar zo'n heel kleine. Maar dit is eindelijk mijn maat. Volgens mij is het maat 19. Dus die ga ik nu even omdoen. Want hij past echt heel erg goed in mijn outfit. Kijk. Echt cute. Oh, ik dacht dat je ging praten. Je wilt toch zeggen... Ja, oké. Deze outfit is van Make-Over on Wheels en deze is van Shanna. Kijk, echt cute. Mooi hoor. Krijg ik ook zo'n pak? Ik wist dat je het zo ging doen. Dan zou ik zo'n loopstootje doen. Ja, doe maar. Loop maar naar de praxis. Kan je gelijk solliciteren. Vind je mijn outfit leuk? Ik vind hem leuk. Ja. Het lijkt alsof je gaat werken met een gamma. Wij zijn nu aangekomen in Zeeland voor de verjaardag van Nesim's vriend. En ik ga toch wel mee. Eerst had ik in mijn vlog gezegd dat ik toch niet meeging. En dat ik naar een Vereniging ging. Maar we gaan dus allemaal daarheen. Gezellig. En we hebben echt dik in de file gestaan. Het is echt druk op de weg, hè? Een verkeerde tijd... weggereden van huis. Momenteel bij de garage van een vrienden van Nesim. Gaat met die uitlaat. Gaat echt naar met die uitlaat, weet je zo met die camera. Oh nee, dat durf ik niet. Ah! Nou. Bonnie, kom eens. Hey, kijk deze hondjes dan. We zijn nu bij de verjaardag gearriveerd. We zijn nu bij hun tent. Kijk hoe schattig. Oh, poepie. Ben jij lief, hè? Huh, nog één? Ja, dat is van je mama. Oh, oké. Schattig, lieverd. Nee, die zwarte. Zo grappig. Durf je hem niet te pakken, ze zijn heel lief. Dat ik gewoon zijn bijtels op. Nee, die zijn gewoon lief. Dik hoofd. Wat dik hoofd. Heet Bonnie. Wie is Bonnie? Die is zwarte. Wie? Weet ik niet. Bonnie en Johnny. Hi Luan. Ben jij hier ook? Nee, hij wil niet naar mijn vlog. Doei. Nesim is. Komt hij? Ik heb een t-shirt bij je Prada, Gucci en Polo tegelijk zien. Ik moet alles doen. Dit is niet meer. Dit is niet altijd meer. Hondjes en treukjes. Hondjes en treukjes. Ik heb die nog bewaard. Ik heb die nog nooit meer. Oké. Dat is de niet aan laten zien. Wij zijn net vertrokken van de verjaardag. Oh. Dat was echt best wel gezellig. Vooral Nesim vond het heel erg gezellig. Hij ging helemaal stuk. Ik heb hem echt een stukje opgenomen. We hebben net koffie gehaald bij de tankstation. We moeten nu nog even een uurtje rijden naar huis. En dan ga ik snel slapen, want morgen vroeg moet ik weer op, want ik moet morgen werken. Dus ik ga bij deze alvast de vlog afsluiten en ik zie jullie morgen weer. Doei doeg! Ik weet het net al.